Zoals ik al zei, we hebben gisteren ons best gedaan om het geheim te houden. En dat is redelijk gelukt. Dankzij de medewerking van een aantal mensen hebben Hans Steenbrug in het complot weten te trekken dat hij met een valse boodschap. Hoe fotografeer je iemands schilderijen op zijn atelier zonder dat hij dat zelf in de gaten heeft? Daar hebben we echt de firma List en Bedrog te hulp moeten roepen, maar dat is mooi. Zoals Flip al zei. Ik ben voor het boek op pad geweest naar 6 mensen. En ik wil graag beginnen met die mensen die hadden meegewerkt. Te bedanken voor hun tijd en te bedanken voor hun inzet. Het zijn vaak gesprekken geweest van een aantal uren. Maar dat is absoluut handig van het Sibbel Himstra. Maar dat kwam omdat mijn opnameapparaat de eerste keer niet afweet. En de volgende dag terug geweest ben. Nee, ik wil die mensen graag heel hartelijk bedanken. Want het zijn gesprekken geweest die alle kanten opgingen. En kun je nagaan wat je in 2 uur allemaal kunt praten. En uiteindelijk is er 1,5 tot 2 pagina tekst uitgerold. Maar het zijn gesprekken die ik heel erg gewaardeerd heb. En die ook los van wat er uiteindelijk in het boek is gekomen, voor mijzelf heel veel waardevolle dingen hebben opgeleverd. Ik wil heel graag de mensen die geïnterviewd zijn een exemplaar overhandigen. En ik wil het graag doen in de volgorde waarin ze in het boek staan. En je hebt het al gezegd, maar ik vind dat Jan Mulda prachtige portretfoto's heeft gemaakt. Dus die wil ik graag nog even laten zien. En de eerste die ik graag wil uitnodigen is deze. Jullie moeten klappen. Oh ja, oké. De man die de meeste versies heeft ingeleverd als een tekst, de geschiedschrijver van Minerva. Weet je dat? En dan denk ik wel volgende boek is voor een man van wie ik hoopte dat hij zou komen. Maar ik wist dat ik er niet op mocht rekenen. En ik ben heel blij dat hij er toch is. Want hij is leuk. Volgende boek is voor de badmeester van de kosmos. Meneer Snarts. We hebben er nog één over en dat is voor iemand van wie ik nog heel lang niet wist of hij nou zou kunnen komen of niet. Die heeft zich heel uit vrije wil de meest ijselijke avonturen gestort in de Baltische Zee en de Oostzee. Ik vrees dat hij nog niet ontdooid is, maar hij is er nog niet. Ik had gehoopt dat hij zou kunnen komen, maar ik heb hem nog niet gezien. Tjibbo Gimsel. Misschien moeten we nog even iemand bedanken.
En dat is Wouter Stuurmans. Ik zal hem niet naar voren halen helemaal en hem helemaal in de spotlight zetten, maar hopelijk hoort hij dit wel. Want door een fijne bijdrage van Wouter Stuurmans is dit boek ook mogelijk gemaakt. En jullie moeten weten, Wouter Stuurmans is een van de grotere particuliere verzamelaars van het werk van Martin. Dit mag mij ook gelukkig prijzen dat ik aardig wat werk van hem heb. Maar in ieder geval, grote dank aan Wouter Stuurmans. Hebben we nog iemand die we nou zijn vergeten? Hans Steenbrug heeft een heel mooi voorwoord geschreven in het boek. Een buitengewoon warm voorwoord. Ja, je zult het gewoon lezen. Het is een mooi kijkboek, het is een mooi leesboek. Het is een totaal ander boek geworden dan we eerder met jou hebben gemaakt. Dus ik hoop dat je er heel blij en tevreden mee bent. En mensen die het zouden willen kopen, die mogen het kopen. En die kunnen het daar waarschijnlijk in de hoek kopen. Nee, ik denk dat dit het is. Is het enige wat ons nog rest, beste mensen, zijn de huishouden.